Hallo, ik heb net een nieuw huis en ik zit deze week midden in de verbouwing, dus deze week even een ander soort filmpje. Namelijk mijn persoonlijke top 3 van dieren die ervan houden om hun huis te versieren. Op nummer 3 heb ik de kokerjuffer gezet. Kokerjuffers zijn eigenlijk larven van schietmotten. Ze leven onder water en bouwen daar een soort huisjes van materiaal als plantenresten, zandkorrels, steentjes en resten van andere waterbewoners, zoals slakken. Ik heb dit diertje op nummer 3 gezet, omdat hij niet, zoals sommige andere dieren, bewust zijn huis versiert om hier bijvoorbeeld soortgenoten mee aan te trekken. Op nummer 2, de wevers. Dit zijn vogeltjes waarvan het mannetje een vrouwtje lokt door een zo mooi mogelijk nest te weven. Ze maken de nesten van bijvoorbeeld grashalmen en het zijn echt kleine kunstwerkjes. Soms maakt zo'n mannetje er zelfs meerdere in de hoop extra indruk te maken op een wijfje. En deze vogel, die heeft al helemaal zijn best gedaan. En dan op 1, de prieelvogel. De mannetjes van deze soort leggen een soort tuintje aan, inclusief een prieeltje van gras. Ze versieren hun tuintje met dingen als steentjes, bloemen of, zoals hier, met gekleurd plastic. Vrouwtjes keuren de kunsten van het mannetje door plaats te nemen in het prieeltje. En ik had het er laatst met collega's over, waarom het nou eigenlijk vooral vogels zijn die hun huis of nest versieren. En waarom niet bijvoorbeeld zoogdieren dat wat vaker doen. En we dachten dat het waarschijnlijk komt omdat veel zoogdieren niet echt een vaste woonplek hebben. Maar ik weet het niet. Als jij het weet, vertel het me maar.